Hoi, ik wil graag iets vertellen over het hebben van een VIP. Nou, in mijn boek heb ik er destijds ook wat over geschreven. Mijn boek heet Ik ben niet vreemd, ik heb autisme. En dit staat er in mijn boek over VIPs. Een VIP hebben is autismejargon voor het hebben van een hobby of bezigheid waar je helemaal in op kunt gaan. Veel ASS'ers komen op die manier tot rust. Nou, vroeger als kind had ik een schaakfiep. Ik zat bij de plaatselijke schaakclub. En ja, ik heb ook al mijn diploma's. Pionnendiploma, torendiploma, koningsdiploma. Ik was helemaal weg van schaken. En we kregen elke maand zo'n schaakboekje waar allemaal partijen in stonden. Die ging ik dan naspelen. En aan de hand van al die partijen bedacht ik dan mijn eigen opening. Dus ik was helemaal trots als een pauw dat ik dat bedacht had. En voor de kenners, mijn opening is gebaseerd op de Engelse opening. Ja, nu heb ik hele andere vips, hoewel ik schaken nog steeds erg leuk vind. Ik hou van fotograferen. Macrofotografie vind ik erg leuk. Ik hang soms met mijn hoofd in de struiken om insecten te fotograferen. En dan zweven er allemaal hommels en bijen en wespen om me heen, maar ik ben nog nooit gestoken. En mijn andere vip is tijdens corona begonnen. Dat zijn mijn plantjes. Ik heb heel veel tomatenplanten opgekweekt, paprikaplanten, slaplanten, basilicum. Ik heb zelfs al een keer verse pesto gemaakt. Hartstikke leuk. Ja, en bij het hebben van een VIP, het voordeel is dat ik lekker tot rust kom, heerlijk even in mijn eigen wereldje zit. Ik heb minder tics, dat is ook hartstikke fijn. En ja, ik raad het eigenlijk iedereen aan, ook als je geen autisme hebt. Begin aan een VIP, ga wat leuks doen. Nou, dat was het weer. Doeg!